Yo guys van GamerMax, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. En vandaag zijn we op Mindtopia, mensen. Vandaag zijn wij weer in de hill. En ja, we staan natuurlijk bij de veiling, daarboven. Zometeen meer info wat er gaat gebeuren. Maar, ja, zoals jullie aan de titel zien, we hebben dik boetes gekregen. En zoals de meeste mensen ja, weten, had ik al een boete gekregen. Maar nu heb ik er nog meer gekregen. En ik vind het een beetje allemaal onzin. Maar ja, die mensen zijn, ja, die moeten gewoon geld hebben. Dus ze nakken allemaal geld. Dus ik ga je het even laten zien, de boetes en weet ik wat allemaal, want het is echt kei veel. En dan ga ik even uitleggen waarom. En ondertussen ga ik vertellen, de veiling, mensen. De veiling gingen wij weggeven / verkopen. Als jij interesse hebt, dan moet je die, ja, dan moet je even de video checken. Ik stop ermee, een paar video's terug van Mindtopia. Ik stop ermee. En daarin leg ik alles uit over de veiling. En ja, wil je die dus, ja, winnen, kopen, winnen, check die video even, want volgende week gaan we de uitslag bekendmaken wie mag gaan kopen of wint. Dus check die video eventjes. Ja, je moet hem gewoon even checken op mijn kanaal. Doe dat even na deze video, maar we zijn hier dus bij de veiling, zoals je kan zien. Ja, en dan loop je hier en dan loop je hier en dan... een kist, een kist. En dan, dan dachten ze, MaxNLGamer heeft geen brievenbus. In plaats van hier even mooi een brievenbus plaatsen, nee, we plaatsen hem... ja, midden in de veiling. Ja, lekker handig natuurlijk. Midden hierin hebben ze een kist geplaatst met MaxNLGamer Belastingdienst. Nou, heel leuk allemaal. Nou, toen kreeg ik het eerste boekje. Dat is deze, het eerste. Bla 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 bla, boete 60.000. Ik dacht, oké, dat kan nog wel. Het ging er dus om. Nou, bla bla, controle. Er zijn 6 medewerkers op je plot toegevoegd. En zijn niet geregistreerd in de staat bij de federale arbeidsding. Want iedereen die bij je werkt moet je, ja, moet je registreren bij die belastingdienst shit. Nou, ik had het dus gedaan, maar blijkbaar hebben hun een reset gedaan. En ja, bij die reset moest ik daarna dus blijkbaar ja, opnieuw die mensen inschrijven. Maar ja, niemand heeft dat mij ooit laten weten van de belastingdienst, dus dat kon ook moeilijk. Nou ja, toen ging ik met hun op TS en zo, weet ik wat. Toen zeiden ze, ja, dat heeft op het forum gestaan, ja. Beetje onzin dat ik via het forum moet gaan kijken dat ik mensen opnieuw moet inschrijven. Maar ja, oké, die eerste boete, dat boeide me dan niet. En toen heb ik gezegd, ja, ik stop ermee, dus ik ga ze ook niet meer inschrijven. Nou, toen had ik die boete dus, die gaat automatisch van je rekening af. Ik zei, ja, oké, hij was betaald automatisch van mijn rekening. Ik dacht, ja, we gaan hem toch verkopen / weggeven. Ik hoef die mensen ook niet meer in te schrijven. Maar ja, hier staat dan wel... u heeft tot de tijd om de persoon te registreren. Nou, ik dacht, ik stop ermee. Want ja, er is geen werk meer in de veiling. En dan, ja, kom ik een week later en dan geven ze deze boete. Nou, ik open deze... dubbel zo duur, 120.000 euro. Nou, dus ja, automatisch van mijn rekening gehaald, 120.000 euro, ja, verloren. Dus ik ben helemaal boos, ik kan helemaal navragen. En blijkbaar de reden is, omdat ik die mensen niet heb ingeschreven opnieuw en dat wel stond in de vorige boete. Dus omdat hierin stond dat ik die mensen moet inschrijven, heb ik nog een boete gekregen. Maar ja, ik heb geen veiling of helemaal niks gehad. Dus dat is toch een beetje een hele gare reden. Aangezien ik ook gezegd heb dat ik ermee ging stoppen. En ja, dan gaan ze maar eens nog een boete geven. Terwijl ik het gewoon gezegd heb ook nog. Ja, een beetje jammer. Maar ja, ook weer betaald. En dan gelukkig dacht ik eraan. Dus had ik iedereen even snel wat plot gehaald. Voor ze weer langskwamen. Want nu kunnen ze me geen boete geven voor 6 medewerkers die op het plot staan. Ook al heb ik ze nog steeds niet ingeschreven. Dan kunnen ze me geen boete geven. Want er staat niemand op het plot. Laat het zo zeggen. En ja, dus dat heeft me in totaal, ja... 180.000 euro kost, mensen. Dus ja, dat heeft aardig wat geld gekost. Het gaat natuurlijk wel van mijn bank af. En zoals jullie zien, ja, level 19. Ook weer nice. Ook al verdien ik er niet meer op. We hebben, ja... als we dit gaan verkopen, hopelijk weer rond de 9, 10 miljoen. Dus dat is ook weer nice dan. Heb ik hier nog wat spullen. Oh, deze kunnen we nog allemaal weggeven in de livestream, mensen. Moeten we binnenkort weer even live gaan. Laat het even achter. Kijk, hier liggen nog wat gonnappetjes. Ah, dat is mooi. We hebben hier nog genoeg eten. Nou, dan pak ik deze even mee. Hoppakee. Nou, in ieder geval, ja. Wie weet, volgende week sta ik hier in een video met de winnaar of de koper van de veiling. Dus ja, je hebt nog de laatste kans om eens mee te doen, zoals ik al zei. Ik zal nog even kijken of wij nog wat geld hebben. Want heel veel mensen die... de laatste veiling is een maand geleden. Je hebt 2 weken de tijd om je geld op te halen. Nou, er ligt nog een heleboel geld, zoals je ziet. Nou, mensen hebben dit dus niet opgehaald. Nou... staat ook duidelijk in het boekje. Dan gaat het geld naar de veiling toe. En ja, kijk. Hoppakee. Dat is weer 3 ton, dus dan hebben we 3 ton erbij. Echt mensen, haal je geld op. Want ja, volgens mij spelen die mensen gewoon niet meer, die ik niet hebben opgehaald. Heb ik hier nog wat liggen? Nee. Nee, nee. Volgens mij, sommige mensen die leveren iets in en stoppen dan met Mindtopia. Nou ja, dat is natuurlijk weer free money voor mij. Maar ja, er staat duidelijk in dat je 14 dagen de tijd hebt. En 14 dagen is heel lang, dat is 2 weken. En ja, je komt, bij ons kon je zelfs een Twitter berichtje sturen, maar dat is ook niet gedaan. Dat check ik altijd. Dus ja, dan hebben die mensen helaas pech. Want deze veiling gaat nadat ik dit opneem waarschijnlijk, ga ik ja, komende dagen een nieuwe eigenaar zoeken. En dan zal die ook niet meer van mij zijn. Dus dan kan je het ook niet meer ophalen. Dus het maakt eigenlijk niks uit. In ieder geval mensen, dat is het dus. We hebben dikke boetes gekregen van de Belastingdienst. Ik kan er niks tegen doen. Ik kan een rechtszaak aanspannen als ik wil. Maar ja, dan ga ik toch nooit winnen. Aangezien hun toch allemaal voor die domme regels hebben. Waar ik niks tegen kan doen. Vooral deze vind ik een beetje onzin. Dat ze me het hiervoor geven. Aangezien ik ze niet heb ingeschreven. Terwijl ik nooit een veiling heb gedaan meer dan... maar ja. Verdubbeling, ja. Stel je voor als ze me nou... Ik heb ze van plot afgehaald. Stel je voor ze geven me nou nog een dubbele boete. Dan zou het... Dat wordt echt gek. Dan kom ik met mijn wapenstok naar de Belastingdienst. Nee, dat gaan we maar niet doen. In ieder geval mensen, dat is het dus. En ik ga nog heel even naar Cosmopolitan. Want in Cosmopolitan is ook weer van alles... Oh shit! Daar was ik bijna dood. In Cosmopolitan is ook alles van de hand. En die rotte... Wacht. Die gast ontsnapt uit de prison. Die gast ontsnapt uit de prison. Want anders ben je toch niet die kleur? Lol. Want als je uit prison uitgaat, krijg je toch een normale kleur weer? Volgens mij is die Rotterdammer ontsnapt uit de prison. Ik denk het wel. Eerlijk gezegd, ik denk het echt. Nou ja, boeien. Ik ben geen politie, dus het boeit me eigenlijk niet. In ieder geval mensen, Cosmopolitan gaat veranderen. Zoals je in de video van David hebt gezien. Dat hele appartement ding van mij gaat ook veranderen. Dus ik moet al mijn spullen eruit gaan halen en verplaatsen. Beetje onhandig allemaal, maar ja. Het moet dan maar. Ook al heb ik, ja, ik weet niet. Moet ik eigenlijk toestemming geven om... Ik moet toestemming geven om dat ding te verplaatsen. Maar ja, in principe, ja. Eigenlijk, ik heb het appartement niet zelf betaald. Dus eigenlijk kan ik... Ja, kan ik moeilijk gaan zeiken dat ik betaald heb voor een uitzicht of zo. Dus ik heb het niet zelf betaald. Dus het zou een beetje dom zijn. Dat doen we dan ook weer niet. Oh. In ieder geval, Cosmopolitan gaat veranderen. Ook hebben we nog steeds net niet de 1000 likes gehad op de kleding giveaway video. Check die ook nog even. Laat ik zo meteen nog even wel zien. Die kleding die we gaan weggeven. Als je die nog niet gezien hebt, check die video ook natuurlijk even. Als jij gratis kleding wil winnen. Ik denk dat we die in een livestream binnenkort of een video gaan weggeven dan ook. We hebben nu de 850 likes als het goed is. Bij de 1000 zullen we het weggeven. Dus nog een paar 150 likejes en dan gaan we het weggeven. Maar ja, misschien als we het niet halen, doen we het gewoon ook weggeven. Want ja, we gaan het gewoon weggeven. Maar in ieder geval, hoe sneller we die 1000 likes hebben, hoe eerder we het gaan weggeven. Dus like die even nog even. Ja, like natuurlijk deze video ook als je het leuk vindt. En vergeet zeker niet te abonneren. We zitten bijna op de 11.200 als ik het goed heb. Kijk, en die portals zijn hier veranderd. Dus ik moet altijd even opletten waar ik heen ga. Hop. Ja, de potten zijn dus veranderd. Maar ja, like deze, abonneer en volg mij op Twitter. Daar komen ook hele toffe updates op Twitter. Bijvoorbeeld binnenkort gaan we het Houden of Delen spel weer doen. Als je mee wilt doen, check mijn Twitter. En dan ja, zie je vanzelf wanneer we een nieuwe ronde gaan doen. Op Twitter kan je me, vraag ik ook altijd wat ik moet opnemen. Wat voor soort dingen ik moet opnemen. Waar ik moet opnemen. Bijvoorbeeld het ruilspel willen heel veel mensen doen. Kijk, dit moet ik allemaal gaan verplaatsen. En mijn diamond setje, hoehoe. Als hier heb ik ook nog een diamond chestplate. Mensen, nu heb je 2 diamond chestplates. Ja, dat klopt. Dat heb ik er nou 2 van. Ik heb ook een heleboel Malibu wijn. Gaan we ook gewoon een keertje weggeven. In ieder geval, deze kist met kleding gaan we dus weggeven. Het zijn er 29 kledingstukken. Een heleboel. En, wow, ik ga heel even naar boven toe. En dan was dit, denk ik, de video. En zullen we nog heel even... We gaan nog... Wat? No way! Oh, die ijskraan is weg. Shit. Ik denk niet dat we nou nog kunnen inbreken met de politie. Nee, dat halen we niet meer. Shit. Oké, we kunnen nou wel hier nog komen. Lol, wie werkt daar? Dat is toch... Ik weet niet of ze online zijn trouwens. Altijd wel leuk om even bij de politie te kijken. Kijk wat we hier hebben, man. Oh, hier wordt echt letterlijk geschoten. Je ziet de pijlen nog zitten, gek. Oeh, hier gaan we even kijken hoor. Dit is wel leuk om te kijken. Dat heb ik zelf ook nog nooit gezien. Het is gewoon een schietbaan, man. Holy shit, gewoon in het bureau hier. Ik kost mijn polten op 50 blokken hoogte. Hebben ze hier gewoon een schietbaan. Dat is wel tof. Hoppa. Nou mensen, dat was dus... durf een like als je het tof vond. En Vergeet zeker niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan. En dan bedank ik jullie voor het kijken. En die kerstversiering mogen ze ook wel eigenlijk weg gaan halen. De kerst is natuurlijk voorbij. Ik weet niet, wat komt er nou aan? Ja, carnaval van het zuiden, maar ik weet niet, in het noorden is volgens mij niks. In ieder geval, ja, bedankt voor het kijken. Doe een like, vergeet zeker niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!